Welkom bij de Katpromo Podcast. Dit is weer een nieuwe podcastaflevering van de Katpromo Podcast. En vandaag heb ik te gast Millie Gietman. Hey Millie, welkom in deze podcast. Leuk dat je bent. Ja, dankjewel. Dankjewel voor deze uitnodiging. Superleuk om hier te mogen zijn. Ja, we hebben elkaar vorige week ontmoet. Toen we elkaar gingen interviewen in het kader van een cursus van Sarayda Groenhart. En ja, ik was nieuwsgierig naar je. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wie ben je? En wat doe je zoal in het leven? Ja, wat doe ik al zoal in het leven? Nou, ik zal maar gewoon even kort samenvatten. Mijn naam heb je al gezegd, Millie Gietman. Ik ben 42. Ik woon in Haarlem met mijn man en onze drie dochters. Ik ben sinds 2018 zelfstandig. En op het moment help ik hoog energieke creatieve professionals die overlopen in hoeveelheid werk en ideeën die ze hebben. Dat ben ik verder aan het opzetten. Dat is aan het starten en aan het beginnen. En ondertussen werk ik ook nog als freelance marketing en communicatieadviseur. Cool, wauw. Nou, mooie plannen. En superleuk zeg. En ik wil het in deze podcast heel graag met jou hebben over rijkdom in de brede zin van het woord. Maar rijkdom gaat natuurlijk ook over geld. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja, dat is echt een superleuke vraag. Ik heb er even over nagedacht. Wat ik heb meegekregen vanuit huis is... bij ons thuis was mijn vader was chronisch ziek en mijn moeder was huisvrouw. Dus bij ons was er altijd net te weinig. Dus wat ik heb meegekregen over geld is dat je dat je er goed voor moet zorgen en dat je dat vast moet houden. Als je minder hebt, kan je ook minder willen. Dat is wel een enorme inzicht wat ik laatst heb opgedaan. Als je weet dat je niet van minder meer kan maken, kan je ook je wensen er niet naar instellen. Dus want dat heeft in je eigen leven merk je dat dus ook, dat je dat eigenlijk hebt overgenomen. Nou, wat ik merk is dat ik wel op veiligheid ga zitten qua geld. Dus dat ik altijd precies weet hoeveel ik heb, waar het is, wanneer het eraan komt. Het verschil is natuurlijk, ik kan van wat ik heb meer maken. Ik ben niet chronisch, ik heb veel mogelijkheden. Ik heb die zwaarte, hoef ik niet mee te nemen. Maar ik merk wel dat het me voorzichtig heeft gemaakt. Mm-hmm, ja, nou ja, en dat is op zich natuurlijk niks mis mee. Het is ook goed om een beetje... Maar het is wel, ik vind het altijd interessant dat het zoveel zegt over wat je mee hebt gekregen. Over hoe je inderdaad in het leven staat. En over welke keuzes je maakt. Ook voor je bedrijf. En het is natuurlijk wel heel fijn voor jou dat je heel erg goed beseft van... Ik heb die keuze wel. Ik kan er wel meer van maken. En dat dan natuurlijk ook gewoon... als dat lukt. Ja, dat je je niet laat weerhouden door dat. Nee, dus ik laat me inderdaad niet weerhouden. Maar pas laatst kwam het inzicht dat dat wel een heel bepalend... bepalende factor is. Ja. Hoe je naar kijkt. Ja, en als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Of waar geef je het aan uit? Nou, ik geef het sowieso graag uit, dus dat is allemaal goed gekomen. Ik hou van de leuke dingen van het leven. Dus een drankje hier en daar, mooie kleding, horecabezoek, met mijn gezin even ergens naartoe gaan. Dus ik geef het ook wel weer makkelijk uit. Ja, en stel nou dat je nog... één tientje had. Niet voor altijd, maar gewoon even voor nu. Waar zou je dat dan aan uitgeven? Mijn allerlaatste tientje bedoel je? Ja, je weet niet wanneer er weer een nieuw tientje komt. Waarschijnlijk wel weer een keer, maar... Ja. Nou, ik zou dat denk ik toch uitgeven aan een gezellig moment met mijn gezin. Dat we even ergens een ijsje eten aan het water en genieten van het weer. En even met elkaar kunnen zijn. En dan, ik heb veel vertrouwen in dat het altijd weer goed komt. Dus ik zou dat moment pakken. En daarna zou ik gewoon weer zien wat er voorbij komt. Cool. En als je een tientje op straat zou vinden? Als het een soort cadeautje is eigenlijk? Of verrassing? Ja, ik zou heel snel geneigd zijn als ik het toch niet nodig heb. En ik kom het tegen om het weg te geven.
Oké. Okay. Ja. Ja, mooi. Gevonden geld. En stel nou dat dat geld geen enkele rol zou spelen. Dat je gewoon, ja, je hebt plenty. Je kan niet op. Hoe zou je leven er dan uitzien? Ja, dat vind ik ook zo'n leuke vraag natuurlijk. Nou, dat fantaseer ik me natuurlijk 1 keer per maand als de staatsloterij gaat vallen. Hè? Dan doen we even die fantasie. Maar hoe mijn leven eruit zou zien, ik zou heel veel randzaken uitbesteden. Dus ik zou nooit meer naar de supermarkt gaan. Ik zou nooit meer zelf mijn huis schoonmaken. Ik zou ook iemand inhuren voor de was. Dus ik zou al die huishoudelijke randzaken zou ik proberen uit te besteden. Cool. En that's it? Verder niks? Geen huis in weet ik veel? Of van weet ik, ja. Ja, oh ja. Weinigen. Plenty is, nou dat zijn voor mij de belangrijkste dingen. Want bij mij is tijd een schaars goed. Dus ik zou de dingen kopen die mij tijd geven. Kijk, in een fijn huis. Maar bij Plenty ga ik ook verhuizen. Ik zit hier natuurlijk heerlijk, maar het mag natuurlijk wel een maatje groter. Ik zou wel op reis willen. Ik zou, een bootje lijkt me ook wel enig. Er zijn heel veel dingen die ik wil leren. Ik zou een top-notch business coach inhuren om mijn bedrijf naar de super next level te helpen. Maar het komt wel in de essentie neer op tijd. Ah, ja. En ook in je bedrijf misschien wel, dus. Dat je dan hulp zou inschakelen. Ja, met geld koop ik tijd. Ja, ja, mooi. Ja, ik denk dat dat wel zo is, ja. En dat is, dat is een mooie keuze, want dan kan je gewoon doen wat je het liefste doet. Ja. En dan kan ik daar ook beter in worden en dan kan ik daar ook ruimte voor creëren. Ja. Dus dat zou ik doen met Plenty. Ja. En als ik daarna al dat Plenty nog over heb, ga ik het weggeven. Ja. Ga ik het uitdelen aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Nou, daar is wel kans op als ik het zo hoor, dat dan lukt. Ja. Ja. En Millie, wat maakt jou rijk? Wat geeft jou een rijk gevoel? Nou, wat mij rijk maakt is natuurlijk in de eerste plaats, in mijn geval, mijn gezondheid. In ieder geval mijn gezin. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat het betekent om chronisch ziek te zijn. En hoe dat je leven kan bepalen. Ja, verder heb ik natuurlijk liefde in mijn leven. Dat maakt me heel erg rijk. Maar wat me ook heel erg rijk maakt, is het weten dat ik het vermogen heb om mijn eigen leven vorm te kunnen geven. Dat maakt me eigenlijk nog het rijkst. Dat is hetzelfde als wat ik net zei, dat ik met Plenty geld koop ik tijd. Die tijd kan ik besteden omdat ik weet dat ik van niets iets kan maken. En wanneer ben je erachter gekomen dat in je macht lag? Oh, heel jong. Toen was ik 16. Ik weet zelfs nog het moment. Oh ja? Ja. Dat gaat. Het was een soort overnight moment. Het was uit met een verkering van destijds. Ik liep door het gangpad ergens. Ik kwam hem tegen en toen ging er zo'n knop om. Toen dacht ik, ja, wat zit ik me afhankelijk te maken van jou? Ik kan natuurlijk gewoon zelf alles vormgeven wat ik wil. En dat heeft zich altijd, doorontwikkeld, dat idee. Wat cool. En wist je toen ook al wat je dan zou willen doen? Of wat dan jouw ding zou zijn? Nee, dat wist ik toen nog niet. Ik wilde wel altijd, was wel een beetje een huismus. En ik hield erg van boeken en papier en pennen en stiften. Dus mijn grote droom was kantoortjes spelen. Dat leek mij altijd enig. Wat leuk. Zit er niet heel ver naast. Nee. Maar dat... ik wist niet precies wat ik wilde worden. Ik had geen roeping tot de dokter of wat dan ook. Dat duurde heel lang voordat ik wist wat ik kon. Ah, ja. En wat kan jij dan zo goed? Of wat is dan... Want ik vind het wel grappig. Ik moet even over dat kantoortje... Want ik ben even over nadenken. Ik heb natuurlijk vorige keer jouw verhaal een beetje gehoord. Van wat je dan precies doet. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, wat ik dus inderdaad heel goed kan, is er zijn voor andere mensen. En dat betekent dat als ik in een zakelijke relatie met iemand ben en we gaan met elkaar een traject aan, dan ga ik schuin achter iemand staan. Dus ik kijk met hem mee. Ik ben zijn of haar extra brainpower. Ik kijk scherp, ik stel kritische vragen. Maar
heel veel mensen hebben ook, doordat ze midden in hun eigen bedrijf zitten of in hun eigen proces, kunnen ze niet meer hun hoofd boven water uitsteken, zoals ik het altijd zeg. Ze zitten midden in de golf en ik kijk over de golf heen. En ik zie bijvoorbeeld welke koers ze kunnen varen. En je hebt altijd, als je de metafoor van in het water gebruikt en je bent in zee, als je met je hoofd onder water in de golf bent, heb je geen idee waar je naartoe gaat. Dan word je gewoon willekeurig aangespoeld waar de zee jou brengt. Als je je hoofd boven water uit kan steken, kan je zelf bepalen welke kant je op gaat. En dat is waar ik mensen mee help. Door het overzicht te creëren, door structuur te maken, komen ze als het ware met hun hoofd boven water uit. En dan kunnen ze ook weer beter bekijken waar ze naartoe gaan. Of waar ze naartoe willen. Ja. En ik zeg dat je hoeft nooit in een rechte lijn ergens naartoe te gaan. Dat is bijna onmogelijk. Maar als je niet weet waar je aangespoeld wordt, is het zo... Ja, het is maar gewoon afwachten wat er gebeurt. En dan heb je heel weinig zelf in de hand. Nou, dat vind ik mooi hoe je dat uitlegt. Ja, want dat boven het water uitsteken, ja, dat geeft overzicht. Dus je bent ook een soort helikopterview eigenlijk. Ja, voor mensen. Ja, ik help gewoon even daarboven uit te kijken. Dat je, en ook gewoon het gevoel te hebben dat je niet alleen bent. Dat je altijd een backup hebt. En dat je even iemand om raad kan vragen. Ja, en ik denk dat als iemand samen met jou in dezelfde pool zit, ja, dan ga je met z'n tweeën onder water in die golf. Dus het is altijd lekker dat er iemand gewoon eventjes van bovenaf mee kan kijken. Die je gewoon even zo weer uithaalt. Hoe ben je erachter gekomen dat dat jouw talent is? Ja, dat is door heel veel doen. En door wel ook enorm zoeken, want ik ben heel lang communicatieadviseur geweest en marketing executive en projectmanager, projectcoördinator. En ik wist altijd wel dat ik een enorm talent had voor iets, alleen ik kon het niet benoemen. En pas als zelfstandige werd steeds helderder wat ik nou andere mensen te bieden had. Ja, want dat is echt jouw goud, hè? Want niet iedereen kan dat, dus... weet je, zeker niet als je erin zit. Maar er zijn ook mensen die daar gewoon helemaal geen talent voor hebben en die ook helemaal niet dingen kunnen structureren. Ik maak dat ingewikkelder, bijvoorbeeld. Want mijn fantasie gaat dan en er komen allemaal extra associaties en dan wordt het een soort groter. Ik was vroeger op school bijvoorbeeld ook helemaal niet goed in samenvattingen maken van boeken. Ik schreef eigenlijk gewoon een nieuw boek. Oh ja, ja. Nou, ik was dus wel heel goed in die samenvattingen. En ik heb het ook op mijn website staan en vond ik zelf heel geestig gevonden. Ik heb echt een timmermans oog voor tijd. Dus doordat ik, dat is een ander verhaal, maar door de loop van mijn leven heb ik altijd heel erg mijn eigen boontjes moeten doppen. Dus als ik iets wilde, moest ik er bijvoorbeeld voor werken. Dus ik heb al heel jong, ben ik heel veel gaan werken. Dus had ik ook altijd krapte in tijd. Ja, want ik ging naar school en ik ging 's avonds werken en in het weekend werken. En ik wilde nog wel stappen en ik had nog wel eens gevolgen en dan moest ik weer van bij komen. Dus ik wist op een gegeven moment heel goed wat kon in welke tijd. Ja. En dat weet ik nu nog steeds. Als jij mij vertelt wat je gaat doen zometeen, dat je gaat editen, weet ik bijna precies hoe lang jij er ongeveer over doet. Ja, 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 dat is super handig. Ja. Tijd is toch het. Ja, tijd is het. En omdat ik dat weet, dus Steve, voor jij vertelt me al je creatieve verhalen, dan hoor ik ook wel op een gegeven moment van, nou, dat past wel of niet in jouw week. Ja. Is dat eigenlijk een antwoord op je vraag? Ja, zeker is dat een antwoord op mijn vraag. En ik ben ook wel geïntegreerd doordat je dus die creatieve mensen wil helpen. Dat snap ik ook wel, want dat zijn natuurlijk de mensen die vaak... door de bomen het bos niet zien en een soort verdrinken in hun eigen toffe ideeën. Ja. Ja, leuk. Wat heb jij met creatieve mensen? Wat is dat? Omdat je zelf creatief bent? Of wat is... Ik ben dus niet creatief als in ik kan niet tekenen of ik kan niet schilderen. Ik kan niet zingen, maar ik word wel altijd wel enorm door geïnspireerd. En wat ik ook heb uitgevonden in de afgelopen jaren is dat ik een hele goede... balans geeft me dat soort creatieve mensen. Ik ben vrij rustig, ik ben gestructureerd en ik heb die helikopterblik.
Maar ik ga helemaal goed op die hoge energie van die ander. En heel vaak vinden zij het heel fijn dat ik gewoon niet zo snel op mijn stuk te brengen ben. En het stuur vasthoud en zorg dat we recht doorgaan. Dus heel vaak zijn we gewoon een goede match. Ja, super zeg. En ja, ik ben ook al een beetje nieuwsgierig naar, waar haal jij jouw inspiratie vandaan? Voor je eigen werk, maar ook, weet je, gewoon in je leven als ondernemer. Dus ik was benieuwd naar wie is jouw grote voorbeeld en waarom? Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik heb niet per se één, weet je, trouwens, dat heb ik wel. Nou, weet ik toch de antwoord. Ken je Esther Perel? Mm-hmm. Ja, zij is mijn major voorbeeld. Oké. Ik ben vorig jaar naar een live dag van haar geweest tijdens een psychologenconferentie hier in Haarlem. En hoe zij de puzzels van mensen hun verhaal ontrafelt. Nou, het is weergaloos. Dat vind ik zo tof. En zij connect ook alle dots. En zij haalt ook alles erbij. Niet één probleem is één probleem, maar ze kijkt naar alles wat er omheen hangt. En alles heeft invloed op dat ene item of dat ene issue. En zij ontrafelt dat zo respectvol en zo duidelijk. Dat vind ik echt fantastisch. Wauw. Het is niet de eerste keer trouwens dat ze genoemd wordt in mijn podcast. Dus dat vind ik ook wel leuk. Hij zegt, ik heb haar live gezien. Ze is nog kleiner dan ik. Super pittige vrouw. Zo slim. Nou, wauw. Tof. Ja. Tof. En wat zou je van haar dan willen overnemen? Of wat je denkt van, nou, dat zou ik ook wel willen hebben of kunnen. Of dat heb ik ook. Dat herken ik. Nou, die analytische geest herken ik wel heel erg. Dus het ontrafelen van zo'n puzzel. Ik heb niet dezelfde bagage en geschiedenis en opleiding als zij. Maar met mensen hun vraagstuk uitdiepen, dat is wat ik ook graag doe. Ja. Dat doe ik nu ook op een heel andere schaal. Ja, ik voelde wel raakvlakken, als ik dat zo mag zeggen. Ja, natuurlijk mag dat. Ja, je gaat erop aan om een bepaalde reden. En dat is altijd omdat je er iets in herkent. Zij is misschien daar waar jij nu nog niet bent. Maar ja, dat kan natuurlijk best wel. Je kan daar wel naartoe willen. Ja. Alleen maar mooi. Dat zou een mooi pad zijn als het in die richting mag gaan. Met je eigen unieke kwaliteiten natuurlijk. Vooral ook. Ja. Hey, en als het gaat over boeken, vind ik altijd leuk onderwerp om over te hebben. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Nou. Ook een moeilijke vraag, want ik lees heel veel. En vroeger las ik nog veel meer dan nu. Maar mijn allerfavorietste boek waar ik nog wel vaak naar teruggrijp is een kinderboek. Misschien ken je hem wel. Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. Ja. Plus dan die tweede en derde deel erachteraan. En die heb ik gelezen toen ik denk ik een jaar of 12 was. En dat boek heeft gewoon een enorme impact gemaakt over het hele wereldbeeld, weet je, de kanteling van de wereld, maar ook wat nu zo in het nieuws is, de nog meer emancipatie van de vrouw, dat het patriarchaat daar al verworpen was en dat de vrouwen aan de leiding waren. En dat mijn t-shirt gezien? The future is female, heb ik op mijn t-shirt staan. Oké, toeval bestaat dus niet, hè? Die gedachte zit dus in dat boek. Ah. Heb je het gelezen? Ik denk het niet, want het komt mij niet bekend voor. Ik heb wel heel veel van Thea Beckman gelezen. En het is ook niet de eerste keer dat dit boek genoemd wordt in mijn podcast. Dat is echt grappig. Ja. Dus zal ik wel iets mee moeten. Nu moet je het gewoon lezen. Ja, nu moet ik hem zeker lezen. En als ik hem lees, herken ik hem misschien wel. Ik weet het niet. Nee, ja. Maar het heeft niet die indruk achtergelaten bij mij. Maar goed, ik ontbrak je. Want je was aan het vertellen over die kanteling. En dat de vrouwen aan de macht. Ja, het schetste gewoon een heel ander wereldbeeld. En wat ik ook een van de mooie dingen vond uit het boek, was dat er bijvoorbeeld een hele andere strafmaat was. Als mensen iets hadden gedaan dat niet mocht, dan kreeg je bij een lichtvergrijp een groene stip op je voorhoofd, die met 3 weken vervaagde. Bij iets midden een rode stip, die duurde 3 maanden. En als je echt iets heel ergs had gedaan, kreeg je een zwarte stip op je voorhoofd die nooit meer wegging. Dus, met andere woorden, je
werd gemerkt, maar je had dus altijd de kans om weer te verbeteren en weer terug te gaan naar wie je was, tenzij je iets had gedaan wat echt niet kon. Dat vond ik ook zo'n mooie visie. Dus dat er altijd een soort tweede kans in zit en dat je altijd ruimte mag hebben om te verbeteren. Ah, ja. Echt schitterend. Ja, oké, okay, ja. Nee, ik ga het dan toch maar eens lezen. En waarschijnlijk de luisteraars ook, want het is al de zoveelste keer dat... Ja, leuk zeg. Nou ja, en grappig dat je het dan dus op je 12e gelezen hebt en dat je het nu nog zo goed weet hoe het... Ja, ja, die heeft echt... Wel... Ja, wauw. En ja, nou daarop voortbordurend. Wat is jouw grootste levensles of inzicht? Of een grote waarvan je zegt van nou, dat is echt... Ja, dat je toch wel... voor mij voelt het wel alsof je het leven toch wel maakbaar is. Maar dat ieder einde geeft een nieuw beginpunt. Dus dat betekent dat je iedere keer moet herijken. En ik noem dat iedere keer een nieuw nulpunt. Dus je denkt dat je ergens bent. En dan zijn er altijd veranderde omstandigheden waardoor iets weer anders is. En dan moet je weer even stilstaan, herijken, kijken waar ben ik nu. En dan kan je weer verder. En dat is denk ik wel de grootste les die ik geleerd heb. Dat je wel kan denken dat je een bepaald pad kan volgen. Maar dat er altijd iets kan gebeuren waardoor je weer even terug moet naar gewoon een nieuw beginpunt. Ja, en dat dat oké is. Ja, dat dat oké is. En dat het ook gewoon zo is. Hè. Je kan wel doordenderen, maar als er een omstandigheid veranderd is, bijvoorbeeld je verliest een dierbare of je moet verhuizen of je wordt ziek of je hebt geen geld, ik noem maar wat. Dan moet je gewoon weer even opnieuw kijken. Waar ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Waar ga ik heen? Ja, mooi om het op die manier te zien. Ja. Ja. Ik noem het meeveren inderdaad. Het is een soort van, als je een soort van de grond onder je voeten, het komt vanzelf weer terug. Het is een soort basisvertrouwen wat je krijgt. Ja. Als je vaker wat dingen meemaakt, dan merk je van, oh ja, oh, er zit wel gewoon achter die wolken, zit inderdaad die zon nog steeds. En, ja. En inderdaad, ik moet gewoon even weer terug naar het pad, zullen we maar zeggen. En dan, ja, weet je, dat je toch... Dan heb je wel weer iets extra's in je rugzak. Maar ja, ik zie dat dan altijd als levenslessen. En dan kan het ook een positief effect hebben. Want als je het alleen maar als ellende ziet, dan... Ja, ik vind het altijd fijn om te kijken naar wat er wel is. Dus ja. En dat dan... Ik noem het echt een soort nieuw nulpunt. Gewoon een, dat je weer even kan herbepalen wat het allemaal kan zijn voor je. Ja. Ja, maar dat gebeurt ook vaak. Bij mij gebeurt het ook vaak gewoon onbewust, weet je wel. Dat je dan in één keer denkt van, oh, dat is allemaal niet meer zo belangrijk. Ja. Dat is het voordeel van shit, zeg maar. Dat je dan altijd weer even helder krijgt van, oh ja, wat is eigenlijk belangrijk? Ja, en uiteindelijk als je doorfilosofeert, is er natuurlijk uiteindelijk maar heel weinig echt belangrijk. Precies, ja. Ja, ja, dat is zo, ja. En... ja, dat gaat eigenlijk ook een beetje over veerkracht, vind ik. Dat is een van mijn lievelingsthema's. Wat is veerkracht in jouw ogen? Ja, veerkracht is dus... ik moet altijd denken aan buigend riet, hè? Dus dat je inderdaad, wat jij net zegt, meeveert met de omstandigheden. Dus je kan wel heel erg hard vechten tegen iets wat je overkomt. Die neiging heb ik ook wel eens. Dat ik denk van, oh, ik wil het niet zo, het moet anders. Maar ja, uiteindelijk kost dat veel meer energie dan als je een beetje kan meebewegen met wat er gaande is. En veerkracht vind ik ook dat je, wat jij net ook zegt, hè, de zon blijft zien. Dus weet dat er na regen altijd zonneschijn komt. Soms duurt het wat langer, soms duurt het wat korter. Maar er is een moment in tijd dat de omstandigheden weer anders zijn. En, ja. Ja, dat je eigenlijk adopteert, hè? Dat je gewoon niet blijft vechten of ook niet helemaal passief wordt of helemaal lamp wordt. Maar dat je alert blijft, maar wel blijft meebewegen. Ja. En jij hebt
natuurlijk, ja, als ik jouw verhaal zo hoor, nodige meegemaakt in je leven. En je zegt van ja, ik heb nog wel de neiging om af en toe de controle erover te willen hebben. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan bij jou dat je beseft van hé, ik moet die controle niet hebben? Daar ben ik even nieuwsgierig naar. Van ik heb die controle niet. Nou, heel vaak weet ik het dat ik het niet heb. Hè? Dan wil ik het wel, maar dan heb ik het niet. Nou, dan word ik een tijdje heel gefrustreerd. Want ik ben van het maakbare idee. Dus hoezo kan ik het niet krijgen zoals ik het hebben wil? Totdat ineens iemand iets tegen me zegt. Of dat er een kwartje valt. En ik denk, nou, Millie, nu moet je even buigend riet zijn. In plaats van met je kop in de winter tegenin proberen te duwen. Dus ik vind het vaak niet leuk, maar ik weet het wel. Ja. En dan kan ik omschakelen. Ja, interessant. Want hoe weet je dat dan? Hè? Dat vind ik dan. Ik ben daarmee bezig met een onderzoek daarnaar. Van is veerkracht iets wat je kan leren? Of is dat aangeboren? Of, ja, ik denk dat je het kan leren. Ja. Ja. Maar ik denk dat het wel. Kijk, sommige mensen zijn. Die hebben gewoon een heel ander wereldbeeld. Dus daarvoor is. Hè, voor sommige mensen is het leven gewoon zwaarder dan voor andere mensen. En sommige mensen hebben ook gewoon een andere draagkracht dan anderen. Niet iedereen is daarin gelijk. Mm-hmm. Maar net zoals dat je kan leren fietsen. Dat ging ook niet in één keer. Dat moet ook stapje voor stapje. Denk ik ook dat je veerkracht kan trainen. Ja. Maar ja, sommige mensen doen er 80 jaar over en andere mensen kunnen het in 30 jaar. Dat ligt wel aan wie je bent. Ja, ja, ja. En inderdaad, in hoe goed kan je omgaan met dat dus blijkbaar niet alles maakbaar is. Maar, ja. Ja, dat is dus die veerkracht. Ja, ja. Wat je niet kan krijgen of niet kan maken. Ja. In een ander perspectief kan plaatsen. Ja. Ja. Waar je de cirkel van invloed, hè, daar gaat het eigenlijk ook over. Ja. Van, dat je goed weet wat er wel maakbaar is en wat niet. En dat het vooral gaat over hoe kijk je ernaar? Ja, en ik denk, ik chargeer ook nog wel eens. Kijk, heel vaak wil je gewoon je zin krijgen, hè, met iets. Als je het hebt over maakbaar, je wil gewoon. Ja. Dat ze met alle rechts gaan in plaats van links. En inderdaad, dan heb je die cirkel van invloed. Wat kan je doen om te zorgen dat je uiteindelijk toch daar komt? Nou, ja. Soms is het rechtdoor. Nou, soms dan moet je via een kronkelpad. Maar 9 van de 10 keer kom je daar toch. Is mijn ervaring. Ja. En dat geeft ook weer vertrouwen, denk ik. Ja. Als je ervaren hebt van, ja, dat lukt. Ja. Sorry. Soms kom je er met een omweg. Ja. Ja. Ja, mooi. En ik heb ook nog een vraag die vind ik zelf al, die lijkt mij heel spannend. Als je me echt zou kennen, zou je weten dat. Puntje, puntje, puntje. Vul in. Dat ik bang ben voor roltrappen. Die vind ik echt heel eng. Oh, herkenbaar. Ik ben echt ik word altijd uitgelachen. Wat, serieus? Ik word altijd uitgelachen, vooral door mijn gezin. Die denken, dan sta je weer. Ik moet altijd 3 treetjes wachten en dan kan ik pas erop. Anders kan ik niet naar beneden. En dat zeggen andere mensen over mij, maar ik denk dat ik sta te boek als redelijk eigenwijs. Ik ben een echte weegschaal. Dus als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik altijd zoek naar een bepaalde balans. Wauw, mooi. Ja. Ik vind het wel grappig van die roltrappen, dat heb ik dus ook hoor. Ik sta altijd met knikkende knietjes bovenaan. Naar boven niet, geen probleem, maar naar beneden, oh my god zeg. Het maakt niet uit. Zeker die grote. De roltrap van de Vijzelgracht, van de metro in de Vijzelgracht. Oh, die is heel lang zo. En dan. Niet lang het diepe. Het is niet te doen. Niet te doen, nee. Nee. Maar, ik doe ze dus altijd wel. Maar... Ja, je moet, omdat je denkt, nou, wat een raar iets is dat. Ja, maar het duurt altijd even. Staat iedereen achter je te wachten? Een file veroorzaken. Geweldig. Nou, je bent niet de enige. Gekke quirky dingetjes aan jezelf, is ook leuk. Heb je nog andere quirks?
Dus ik denk van, dat is echt een rarigheid aan mij. Of dat is grappig, dat vinden mensen heel gek aan mij. Of, Ik heb heel weinig te slappe lachen. Maar als ik een slappe lach heb, is dat met mijn zus. Die maakt dan een soort hinnikje. Waar ik helemaal op los ga. Dat is heel grappig. Wat ook heel speel. Ik hou niet van warm drinken. Ik hou niet van koud drinken. Ik moet altijd lauw. Want anders vind ik het niet lekker. En ik ben eigenlijk nog nooit mijn huissleutels vergeten. Maar toch check ik bij iedereen als we naar buiten gaan of we onze huissleutels hebben. Terwijl ik heb nog nooit voor een dichte deur gestaan. Ja, dat komt daardoor. Dus ik vraag altijd aan mijn beste vriendin, heb je sleutels? En dan zegt ze, nee, ik heb ze niet. En dan tovert ze toch uit haar zak. En dan, leuk. Hebben we weer zo'n momentje. Grappig. Dit is leuk. Ik vind het leuk dat je mensen op dit soort dingen ook kan leren kennen. En dat het ook grappig is dat je dat soort dingen ook soms, dat het leuk is om dat uit te vergroten af en toe. Als het gaat over online zichtbaarheid of als je het gaat over, je verhaal delen of jezelf laten zien, dan is het best wel leuk om het over die eigenaardigheden te hebben en die eigenwijzigheid. Daar haken mensen wel op aan. Dat vinden ze wel grappig. Want dat is dan anders dan zij zijn. En dan is het een soort van... dat vind ik wel grappig. Wat voor mij ook altijd iets is waar je iemand aan kan leren kennen is... Wat lees je? Wat luister je? Wat kijk je op dit moment? Nou, ik lees op het moment 2 boeken, 3 boeken tegelijk. Ik lees Echte Mensen Deugen. Of De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Een boekje over niksen. Dat heb ik gekregen van een collega. Zodat ik dan op vakantie kan leren niksen. Oh. Hint. Hint is een hint, inderdaad. En ik lees het boek van Michelle Obama. Daar ben ik al een tijdje aan bezig. Ik kom niet echt helemaal doorheen. En voor de ontspanning lees ik graag serie van de 7 zusters. Oké. Okay. Dus ik hou niet van enge boeken. Ik kan niet tegen thrillers. Dus het moet een beetje aardige boeken zijn, anders trek ik het niet. Wat ik luister, ik hou heel erg van country muziek. Dus momenteel luister ik weer naar de Dixie Chicks, die hebben een nieuw album. Ik luister naar Danny Vera, die heb ik ontdekt, Nederlandse zanger. Ken je die? Die gaat al lang mee. Ja, die ken ik van vroeger. Maar het grappige is dat die een soort van nieuw is of zo in één keer weer. Maar ja. Ik heb hem nieuw ontdekt, dus ik draai nu zijn plaat helemaal grijs op Spotify. Plaat, hè? Dat betekent ook dat je oud bent. Ja. En ik luister ook naar Jelka van Houten. Die heeft ook een country cd gemaakt. En ik kijk heel weinig. Want dat vind ik meestal gewoon zonde van mijn tijd. Ik hou ook niet zo van Netflix. Dat vind ik allemaal een beetje inhoudsloos. Maar de laatste documentaire die ik gezien heb, dat was van... over een hele oude dame in een soort van Oost-Turkije die een bijenkolonie verzorgde. Ik ben de naam kwijt. Dat vind ik heel mooi. Oké. Okay. Mooi, ja, dat vind ik leuk. Want het zijn van die dingen waar ik zelf niet op zou komen. Jelke van Houten bijvoorbeeld. Ja, grappig. Ik weet dat ze zus ook zingt, maar zij heeft wel musicals gedaan. Die heb ik dan wel weer gezien. Maar, wat leuk. Nou, inspirerend. En heb je ook nog toevallig een advies voor de luisteraars? Of een tip of een, weet ik veel, een mooi inzicht of een quote? Of... Nou, wat ik wel altijd zelf altijd wel een mooi... wat ik wel aan mijn klanten en aan mijn collega's en mensen die mij wel zo'n advies vragen meegeef. Dus net waar wij het over hadden, dat als je... je zin wil krijgen, dus je wil iets gedaan krijgen. Je zin krijgen klinkt wel alsof je heel pusherig bent, maar als je iets gedaan wil krijgen. Heel veel mensen zijn genegen om er met een gestrekt been in te gaan. Terwijl ik ben geneigd het in te masseren, dus iets meer geduld te hebben. Inderdaad in die cirkel van invloed te kijken wat ik kan beïnvloeden, maar ook gewoon mensen te helpen het idee te omarmen. Mijn advies is dat mensen dat vaker toe kunnen passen. Dat je ietsje meer de tijd neemt om het in te masseren. Zodat je uiteindelijk toch met z'n allen het gezamenlijke resultaat kan krijgen. In plaats van keihard erin.
Ik wil mijn zin hebben. Dat idee, ja. Bij mij gaat hij altijd, wil je geluk of je gelijk? En dan ga je voor de gelukkige oplossing. En dat is soms een, ja, in eerste instantie een compromis, maar uiteindelijk hoeft het dat niet te zijn. Nee, want het is wel mooi als in dat geluk je toch misschien ergens ook nog je gelijk kan hebben. Maar het hoeft misschien niet allemaal meteen. Ja, mooi, mooi. Mooi advies. En misschien zijn mensen nu wel, zijn mensen nu wel nieuwsgierig naar je geworden. Waar kunnen ze jou vinden? Welke kanalen? Of... We zetten het ook in de show notes hieronder. Maar... Nou, ik heb mijn eigen website. Die heet www.millygietman.nl. Dus mijn voor mijn achternaam. Onder diezelfde naam ben ik ook te vinden op LinkedIn, op Instagram. En op Facebook ben ik te vinden onder scherpdenken.nl. En scherpdenken is het bedrijfsconcept wat ik nog verder aan het uitwerken ga. Cool. Nou, dan moeten we je dus zeker in de gaten houden. En jou natuurlijk gaan volgen. Sorry? Dat ik zeker ergens te vinden ben. En heet maar weinig mensen Millie. Dus dat scheelt. Dat is ook zo, ja. Ja, leuk. Nou, dus we gaan je volgen. En heel erg bedankt voor je mooie inzichten en je verhaal. En veel succes met alles. En thanks voor dit. Nou ja, ook heel erg bedankt voor dit gesprek. Superleuke vragen. Dus dit zijn maar die vragen die ik nog een keer ga gebruiken in de rest van mijn eigen leven. Dus heel erg bedankt voor het gesprek. Superleuk. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolmo.nl. Tot de volgende keer. Ciao.